zijn hier vandaag omdat het 25 jaar geleden is dat ook Bommelerwaard hier in het rivierengebied onderliep. En ik was een van de mensen die daar ook geholpen heeft. Ik was toen net 18. En daar kwamen we aan bij een kazerne in Weert. Met onze gewone kloffies, want we hadden helemaal geen uniformen en geen uniforme uitstraling zoals we dat nu wel heel mooi hebben. Hadden we dat toen niet. En we hebben daar uiteindelijk ook gevaren bij het dorpje Lingen. Daar hebben we ook de boerderijen geëvacueerd. We hebben prikkeldraad geknipt. We kwamen met een heleboel boten achter elkaar kwamen met de wijk in. En ja, dan zie je die mensen kijken en dan zie je ze zo rond kijken van wat zijn dat nou voor rare snijbonen. Ze herkenden ons nergens van, dus ze wisten ook niet wat we deden. En toen wij zeiden, we zijn van de reddingsbrigade, wilt u uw spullen pakken en we gaan. Toen was het eigenlijk zo dat ze meer in de trance waren van de verhuizing die hun voor hun te wachten stond als... dat we hun direct mee zouden nemen. Mijn naam is Benno Brozi, ik ben lid van Reddingsbrigade Nederland. Mijn naam is Patricia Werkman, ik ben lid van de Almeerse Reddingsbrigade. Daar ben ik ook voorzitter. En in het landelijke ben ik ook officier van dienst.